Mijn naam is Brian Pinas, projectleider van de Feyenoord Street League bij Feyenoord. De Feyenoord Street League is een voetbalcompetitie die wij organiseren in Rotterdam-Zuid. Om 250 kinderen, die spelen in 30 teams, door middel van voetbal normen, waarden en respect bij te brengen. Ik heb zelf vanaf mijn tiende bij Feyenoord gevoetbald. En ik heb altijd gezegd, als ik klaar ben met het voetballen, dan wil ik wat doen voor mijn wijk waar ik vandaan kom. En dat kan ik op deze manier kan ik dat doen. Nou, we zijn 4 jaar geleden met de Feyenoord Street League begonnen. En toen kwam duidelijk naar boven dat kinderen te weinig buiten speelden. En dat heel veel kinderen nog niet sporten bij een sportvereniging. Nou, Feyenoord heeft ook een maatschappelijke functie. En door middel van de Feyenoord Street League proberen we kinderen aan het voetballen te krijgen, aan het sporten te krijgen. En dan maken we die vergelijking ook met jongens die voetballen bij Feyenoord. En zo proberen we die kinderen te stimuleren. Als we kijken naar het aantal deelnemers, dat loopt elk jaar loopt dat op. Ja, als je 9 bent kun je deelnemen en ze blijven tot hun 12e blijven ze onderdeel van de Street League. Het is niet zomaar een spelletje 5 tegen 5. Je leert daar voor jezelf opkomen, je leert daar samen spelen. Ze organiseren ook buurtbijdragers, want dat is ook een onderdeel van de Feyenoord Street League. Zodat je in de buurt behulpzaam bent en daar krijg je extra punten voor. Dat is meer dan alleen voetbal. Daarnaast vind ik het ook goed dat Feyenoord ook in de wijken zichtbaar is. En op deze manier proberen wij dichter bij het publiek te komen, dichter bij de supporter. Nou, de toekomst van Feyenoord, met name in de wijken van onze hele foundation, die wordt steeds belangrijker. Ja, wij kunnen door middel van Feyenoord kunnen we wel ervoor zorgen dat we dingen met elkaar blijven doen. Dus het logo is hartstikke sterk. En ik denk dat dat de reden is waarom wij een meerwaarde kunnen zijn. Pedro die woont in Charlo's. Dat was een heel teruggetrokken jongen. Nou, als ik nu Pedro terugzie, dan is het een jongen met heel veel zelfvertrouwen. Kan zich goed verstaanbaar maken. En ik heb begrepen dat het op school ook beter met hem gaat. Nou, dat is de toegevoegde waarde die Feyenoord en met name de Feyenoord Street League op kinderen kan hebben.